Welkom bij Fysio Online. In deze video gaan we het hebben over de energiesystemen. Om inspanning te kunnen leveren zijn er drie hoofdsystemen die hier invloed op hebben. De spieren, de circulatie en de ventilatie. Deze drie systemen worden ook wel de tandwielen van Wassermann genoemd. Dit omdat alle drie de systemen met elkaar samenwerken. Vandaag wordt er ingegaan op het eerste deel van de energiesystemen, namelijk de spierfysiologie, waarin we gaan inzoomen op het metabolisme. Om energie te kunnen gebruiken voor inspanning gaan er eerst verschillende processen aan vooraf. Dit proces heet metabolisme, oftewel de stofwisseling. Hierin worden voedingsstoffen omgezet en opgeslagen, zodat wij deze als energie kunnen gebruiken voor het trainen. Tijdens het metabolisme gebeuren er twee dingen. Het anabolisme, hierin worden stoffen opgebouwd en dit kost ATP. En het katabolisme, hier worden stoffen afgebroken. Dit levert ATP op. Om anabolisme en katabolisme verder uit te leggen, is het eerst belangrijk om te weten wat ATP nou eigenlijk is. ATP kan je zien als een soort accu. Het bevat energie. ATP bestaat uit adenine, ribose en drie fosfaatgroepen. Bij het anabolisme worden voedingsstoffen opgeslagen. Na het eten van een maaltijd worden koolhydraten afgebroken tot glucosemoleculen en deze worden opgeslagen als glycogeen of lipide in je lichaam. Als er te veel glycogeen ontstaat, wordt het als lipide opgeslagen. Er worden dus nieuwe moleculen gemaakt en dit kost dus ATP, oftewel energie. Het katabolisme levert ATP op. Om het katabolisme wat verder uit te leggen, is het belangrijk om te weten dat het katabolisme uit drie stappen bestaat: de glycolyse, de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforilering. De glycolyse is het vrijmaken van glucose uit glycogeen. Dit levert ATP op. De citroenzuurcyclus is een stuk ingewikkelder. Tijdens de citroenzuurcyclus wordt energie opgewekt uit glucose. De citroenzuurcyclus vindt plaats in de krachtcentrales van het lichaam, namelijk de mitochondriën. De vrijgemaakte glucose uit glycogeen wordt omgezet naar moleculen pyruvaat. Pyruvaat wordt daarna weer omgezet om meer energie op te wekken. Het pyruvaat wordt aeroob, dus met zuurstof, omgezet naar twee moleculen acetyl-CoA, waarbij CO2 vrijkomt. De twee acetyl-CoA worden dan overgedragen aan oxaalazijnzuur, waarna citraat gevormd wordt. Hierna gaat de hele cyclus weer opnieuw, waardoor er steeds ATP en elektronen vrijkomen. Hierna komt de oxidatieve fosforilering, oftewel de elektronentransportketen. Energierijke elektronen uit de citroenzuurcyclus gaan weer een nieuwe reactie aan, waarbij H+-ionen over het membraan van de mitochondriën worden getransporteerd. Bij het transport van deze H+-ionen wordt ADP omgezet naar ATP, wat energie kost, maar later energie gaat opleveren. Het afvalproduct is water en het ATP blijft over. De ATP-hydrolyse is de laatste stap tussen het binnenkrijgen van de energie door voeding en de energie verbruiken door bijvoorbeeld een training uit te voeren. Als ATP zijn laatste fosfaatgroep loslaat, wordt ADP en fosfaat gevormd. Hierdoor komt er veel energie vrij die gebruikt kan worden. ADP kan nog verder gehydrolyseerd worden, waarbij opnieuw energie vrijkomt. Tijdens de regeneratie wordt ADP weer omgezet naar ATP, om opnieuw als energiedrager te dienen. Hierbij worden fosfaatgroepen gebonden aan ADP. Dit wordt tijdens de fosforilering gedaan. Er ontstaat dan weer ATP. Nu heel het metabolisme is uitgelegd, gaan we in de volgende video verder met het metabolisme tijdens inspanning. We gaan het dan bijvoorbeeld hebben over het aeroob en anaeroob trainen. Bedankt voor het kijken.